Waarom heb je voor mezelf... Je bent echt een valserik, hè? Ja, hè? Je zou, ik wist het wel dat ze zo'n vraag zou krijgen van je. Ja. Wat betekent voetbal voor jou? Wat betekent voetbal voor mij? Veel. Want ik heb altijd van mijn... Van kleins af aan, laat ik daarbij beginnen, was ik altijd op straat te vinden. Mijn moeder moest me altijd roepen vanuit huis. Van Roesje naar binnen. Dus voetbal was alles voor mij. Ja. En ja, als je van een hobby je werk kan maken, dat is ook wel iets moois. En ben je ook op jonge leeftijd begonnen met voetballen? Ja, inderdaad. Voor mijn ouders thuis hebben we een trapveldje. Dat is gewoon letterlijk waar we nu zitten en waar nu onze hoofdveld is. Dus daar is het trapveldje. Bij mijn ouders thuis, voor de deur. Ik mocht vroeger niet eerst niet voetballen van mijn ouders. Van mijn vader laat ik daarbij houden. Want ik heb mijn voet gebroken vroeger. En ja, als ouder zijnde wil je niet dat er iets met je kind gebeurt weer. Mm-hmm. Dus ik mocht niet. Toen was ik een hongerstaking. 2 dagen. Niet eten. Ja. Ja, dan heb je weer een moeder zijnde die dan zegt van nee, mijn zoon moet dan eten. Ja, die gaat dan voetballen. Dat is goed uitgekomen en 2 jaar later werd ik gescout door PSV. Wauw, dat is wel een mooi verhaal. Ja, inderdaad. Ja. Wat doe jij in het dagelijks leven? Dagelijks leven nu. Nu ben ik terug naar school. Mm-hmm. Ik ben 2 dagen in de week. Een online en een klassikaal. En ik wil graag... mijn trainingsdiploma halen. Ja, mooie ambitie. Ja, inderdaad. Ja. Kijk ernaar uit. Hmm. En wat studeer je nu? Ik studeer nu specifieke doelgroepen. Ja. In Eindhoven. Dat is vooral... je kan alle kanten op. Je kan er zorg in voor ouderen. Je kan met jongeren omgaan. Jongeren die het moeilijk hebben. Jongens en meiden die het moeilijk hebben thuis. Die moeilijk, die liever niet naar school willen gaan. Mm-hmm. En ja, denk dat ik wel voor dat wel iets voor mij is, ja. Dus daar ligt eigenlijk een beetje jouw passie. Ja, maar ook op het veld. Mm-hmm. Ja. Gelukkig. Ja, mooi. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd? Ik ben getrouwd. En heb je ook kinderen? Nee, nog niet. Mijn vrouw is hoogzwanger. Ja. Dus... deze week of volgende week. Spannend. Verwacht ik een jongetje. Spannende tijden. Inderdaad. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, maar je hebt er wel zin in. Ik heb er wel zin in, ja. Maar als het maar geen druktemakertje is. Maar ik ben bang voor wel. Ja. Was je dat zelf ook? Hij is nu al aan het schoppen en aan het trappen. Dus geen goede voorteken. Dus. Hoe zou jij jezelf omschrijven in 2 woorden? Op het veld of buiten het veld? Mag allebei. Buiten het veld vriendelijk en behulpzaam. Mm-hmm. Op het veld. Rondje zoeken. Daarmee bedoel ik hoe ver je kan gaan bij een scheidsrechter. Yeah. En winnaarsmentaliteit. Alles willen, winnen. En waarom die woorden? Op het veld. Ja, en buiten het veld? Ja, op het veld ben ik een ander mens dan buiten het veld. Mm-hmm. Ik denk dat de meesten dat wel hebben gemerkt. Op het veld, ja, daar wil ik allemaal winnen. Dat is voor mij het belangrijkste. En natuurlijk wat mooi voetbal, maar de doelstelling is wel om winnen. En hoe ver ik kan gaan bij een scheids, ja. Af en toe moet je kijken hoe ver je kan gaan. En daar zoek ik een beetje de grens op. En af en toe ook om de jongens wakker te maken als het keer slecht gaat. Mm-hmm. En buiten het veld, ja, ik ben heel behulpzaam. Mm-hmm. Ik wil graag helpen. Mm-hmm. En vandaar ook dat mijn studie ook daarop gericht is. Mm-hmm. En vriendelijk, ja. Ik denk dat ik wel vriendelijk ben, denk ik. Denk je? Ja, daar ook wel van meer. Lekker daar bij jou. Ja. Welke droom zou jij nog willen realiseren? Droom realiseren. Wow. Nou, ik heb geen droom. Zover kijk ik niet.
als ik eerlijk ben. Maar ik heb nu wel, ik ben nu 33. En ik wil wel iets, ik ben weer een jaar niks aan met voetballen. Maar ik ben nu begonnen met voetballen. Mm-hmm. Ik ben nu bij deze prachtige club gekomen, Kozakken Boys. Ik wil daar wel iets gaan doen. En dat betekent wel, ik wil wel met de kampioenschap meestrijden. Mm. Maar goed, dan moet even kijken hoe het gaat. Maar zo kort mogelijk nu, is nu met voetballen heb ik dan over. Dan wil ik wel de hoogste haalbaar nu, met de Kozakken Boys. En dat is wel graag het kampioenschap. Is het realistisch? Yeah. Dat weten we nog niet. Nee. We zijn nu pas een week bezig. Mm-hmm. We hebben morgen pas onze eerste wedstrijd tegen Jong Willem II. Maar ik ben hier om af te bouwen hier. Daar komen ze wel achter, de supporters en de spelers. Mm-hmm. Oké, dat is mooi om te horen. Heb je ook rituelen voor een wedstrijd? Nee, ik heb totaal geen ritueel. Ik stap altijd met rechts het veld op. Maar als het ritueel is, nee. Maar dus gewoon om met mijn geloof. Ik doe altijd eerst met rechts. Dus vandaar dat ik altijd eerst met mijn voeten het rechts het veld op sta. Okay. Maar niet dat het iets bijzonders is. Mm-hmm. Oké. Okay. Wat is het hoogtepunt van jouw voetbalcarrière? Mijn hoogste punt is dat ik van Morkaan zelf nog mocht spelen. Daar heb ik 3 interlands gespeeld. Eentje met Jong Marokko en 3 met het eerste. Wel vaak bijgezeten, maar helaas maar 3 wedstrijden gespeeld. En dat is wel het mooiste moment in mijn carrière. Ja. Ja, dat geloof ik gelijk, ja. Ja. Hoeveel is 35 keer 3 keer 5? 35? Ja, keer 3 keer 5. Nee, zonder rekenmachine. 525. Ja. Klopt dat? Top. Ja. Waarom heb je voor Kozakken? Je bent echt een valse gek, hè? Ja. Hè? Ik wist het wel dat ze zo'n vraag zou krijgen van je. Ja. Maar goed, met 525 jongens. En waarom heb je voor Kozakken Boys gekozen? Ik was klaar met voetballen van het buitenland, kwam ik terug naar Nederland. Ik kon nog in het buitenland blijven, dat wou ik ook, maar alleen met de corona gebeuren en was mijn vrouw er niet altijd bij. Ik ben een familiemens, mijn broertje kon niet komen kijken, mijn ouders konden niet komen kijken, mijn zusjes. Dus ik vond het wel belangrijk om wat dicht bij de familie te zijn. Mm-hmm. Dus ik ben terug naar Nederland gekomen. Ik had nog een jubileum kunnen voetballen. Daar heb ik ook nee tegen gezegd, want ik ben een gevoelsmens. Mm-hmm. En als dat niet prettig is, dan zeg ik van nee, laat maar zitten. Dan kijken we verder. Mm-hmm. En toen ben ik in contact gekomen met Nikos. Die zei van, wat vind je van om bij Kozakken Boys te beginnen? Een gesprek met Kozakken Boys te gaan. Ik zei ja. Ik zou best wel geen probleem zijn, ik zou wel een gesprek willen gaan. Toen heb ik met de trainer gesproken. Mm-hmm. En de ambities van de club. De ambities van hemzelf. Mm-hmm. Was het al gelijk van, ja, ik ga het doen. En ik had ook met meerdere clubs gesproken in de Jacks Casino League. Jacks Casino League, ja. Ik heb met meerdere teams gesproken, sorry. Maar ik had toch een goed gevoel bij de trainer en bij de club. En de ambities en wat de trainer ook graag van mij wil en wat hij van mij verwacht. Oké. En wat zijn jouw eerste indrukken van deze club? Van de club zelf, Kozakken Boys? Mm-hmm. Positief. Ik zie dat er heel veel mensen vrijwilligers zijn hier. Die graag de club helpen. Ze hebben een kantine geopend met heel veel vrijwilligers. Ik heb de kantine gezien hoe die eerste was en nu nieuw was. Chapeau, want dat zie je niet bij heel veel clubs. Ook niet in de Eredivisie zelfs. Mm-hmm. Dan zie je dat het een warme club is. Ik ben ook goed opgevangen door de jongens. Ook door de stafleden. Dus ik zie het dan maar allemaal positief op dit moment. Oké, dat is goed om te horen. Weet jij ook wanneer Kozakken Boys is opgericht? Ben je best zo'n vals speler? Volgens mij ben jij hier de vals speler. Oh, sportvereniging, zie ik hier staan als supportvereniging. Nee, net niet. 18 of 19? Ja, zeg jij het maar. Ja, maar help me nou even een beetje. Nee.
18 of 19? Ja, zeg maar wat jij denkt. 18, 1835. 13 april 1932. Oh, waar zei ik dan 18? Ja. Hij was 19. Ja. Oh, foe. Nou, ja. Oh, is het de oudste club in... Nou, dat is een goede vraag voor ja, jou. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Oh, de club bestaat dus al lang. Ja. Wat weten je teamgenoten nog niet van jou? Wat mijn teamgenoten niet van mij weten? Dat ik niet tegen mijn verlies kan. Nee? Nee. En hoe oud je dat dan? Ja, dan krijgen ze wat te horen. Ja? Ja. Oké. Als er iets misgaat of wat wij om een... Kijk, je kan altijd een wedstrijd verliezen. En, maar schouders eronder, dat is eerst wat er moet. En als dat dan niet gebeurt, dan heb je al een... Ja, dan gaat... Ja. Ik kan niet iemand verliezen. Ja. Daarbij houden. En wat kunnen de supporters van jou verwachten dit seizoen? Een speler die heel erg aanwezig is op het veld en buiten het veld. Een speler die graag het team wil helpen. Ook graag de club. Dus je zal mijn stem best wel vaak horen op het veld en buiten het veld. Daarmee kan ik een positieve zin van jongens helpen. Als ik de trainer kan helpen daarin, met andere dingen ook graag. Maar ik denk niet, hij heeft een fantastische staf voor zich. Ik denk dat het wel is, ja. Maar niet een speler die denkt van, weet je wat, hij is 33, hij is weer aan het afbouwen hier. Nee, dat is zeker niet. Dat kunnen ze wel beloven.